Het huis van Marley en Mike zou prima kunnen fungeren als decor in Goede Tijden. Ze leerden elkaar kennen op de set van de serie en de vlam sloeg direct over. Ik was eerst assistent opnameleiding en daarna opnameleider. Aha. En ik weet nog wel dat eerst de, dat, het, zeg maar, dat we het verteld hadden aan de uitvoerende dat we iets hadden. Ja. Was een van de eerste scènes die ik als opnameleider was een seksscène tussen Nina en Dex. En ik weet nog, toen de regisseur, die wilde me extra pesten. Dus die scène hebben we denk ik een stuk of 15 keer gedaan. En toen wisten ze dus net dat jullie iets met elkaar hadden? Ja, expres. Was het ongemakkelijk om iets met de opnameleider te hebben? Nee, eigenlijk niet. Ik vond het eigenlijk wel heel erg spannend. Oké. Ja. Ik ga mijn kind halen. En spannend bleef het. Want 5 jaar later was ze zwanger van Sammy Roos. Een boodschap die ze ook aan de producenten van Goede Tijden moest overbrengen. Het was een heel grappig moment. Het was bijna in tranen van wat fantastisch nieuws voor je. En daarna was het meteen, oké, en nu? En maar ja, uiteindelijk kwam het er eigenlijk alleen maar heel goed uit. Daar hebben ze iets spannends van kunnen maken. En dan lag je ineens in een coma. Ja, daarom. Ja. Ja. Dat kan gebeuren. Ja. Huppatee. Kijk. Kijk. Zie je? Hey. Hallo, schat. Ja. Sammy Roos, de nieuwste ster in Goede Tijden, Slechte Tijden. Nou, neem je er mee vanavond? Nee. Hi. Wat zit je me aan te kijken, schat? Leuk, hè? Enge man.